Wat, wat? Er is heus wel hier nog parkeerplek.nl. Ja, gewoon meneer Kaarsman, ja. Ja. Waarom ik hem even open had? Ik heb hier een heel mooi pakket. Hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 3 januari 2023. En Loutje is er ook. Alleen mijn batterij is leeg. Erg handig. Erg slim. Nee. Maar dat maakt niet uit. Ik heb wel weer de vlog geopend. Helemaal top. Ik heb al met Niels gebeld, et cetera. Alles is weer doorgestuurd. Dus... ja, kijk, en daar hebben we Lau. Hoi Lau! Hoi! En nou ga je niet meer lachen. Nee. Kijk, dus wel. Dus, wij wensen jullie gewoon weer heel veel plezier op deze gloednieuwe vlog. Haar ziet er niet echt lekker uit. Nee. Maar wie hebben we hier? We hebben hier mijn lieftallige vent. Mijn man, Roderick. Ja. Hoe gaat het met je nou, vandaag? Gelukkig 3 januari, zou ik zeggen. Ja, het mag nog, hè. Tot en met de... Ze zeiden het vroeger iets van 5 januari of zo. En nu doen ze het de hele maand, want dat mag sinds corona. Hey. Dus. Nieuwjaarwens bedoel je? Ja, en de... Ik zeg gelukkig 3 januari. Ja. Dat mag het hele jaar door. Ja, precies. Ja. Gelukkig 5 december mag ook zeggen. Ja, precies dat. Smaakt het? Ja, lekker. Nog van vorig jaar, maar smaakt nog lekker. Ja, want ik had vorig jaar, in december dus, vorige maand, had ik dus namelijk oliebollen gehaald. Ik had hier krentenbolletjes en deze. Lekker voor hem. Handig. Is wel lekker, hè? Mm. Ja, dacht ik al. En een beetje veel suiker op, maar dat geeft niet. Ja, dan, en dan moet je bij hem bij Jack wezen. Hé, hey, puppy. Hé, hey, kindje. Hij is kat op het dat. Heeft hij ook olievrije oliebollen? Oh, wat zie je poten eruit, maat. Oh, lekker, hè? Schat. Hi, kind. Kikkeboe. Nee. Heb ik hier nog zo'n lief paar. Kijk.
I'm ready to om richting de huisarts te gaan, want ik heb om 3 uur een afspraak, maar het is eigenlijk op loopafstand. Maar heb ik daar zoveel zin in op loopafstand? Nee. Ik heb gewoon zin om eigenlijk gewoon lekker met de auto te gaan. Ja, misschien een beetje lui. Verwend, maar dan maar even. Ik ben alweer veel te vroeg straks, maar kan gebeuren. Hè? En we zijn ook hier even aan het opruimen. Moet ook gebeuren. Ja, moet ook allemaal gebeuren. Allemaal even opruimen, 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 opruimen. Oh, soms word ik er een beetje moe van. Maar ja, maakt niet uit. Hoort er weer bij, hoort erbij, hoort erbij, hoort erbij. Ja, hoort er gewoon bij. Ja, kan er ook niks aan doen. Even jullie gewoon even op de krabpaal neerzetten. Ook leuk. Ja, toch? Ja. Nee, ik ben gewoon even gelijk even kijken op WhatsApp of ik daar belangrijke berichten heb. Maar dat valt mee. Even Facebook checken. Doe ik altijd even voordat ik wegga. Eigenlijk. En dat doe ik altijd eigenlijk vaak even in de auto. Maar daar heb ik nu even ook geen zin in. Maar ik ga wel met de auto. Ja, het is hier om de hoek hoor. Maar daarna, als ik daar dan haal ik er ook gelijk op. En dan gaan we even naar de mall. Dus... ook daar weinig te beleven. Telegram, ook een hele goeie. Hartstikke mooi. Nee, helemaal niks snoppen naar de Jento. Kijk, dat scheelt weer, hè. Ja, cello, stoppen, gereed. Mooi, top. Hartstikke fijn. Yes. En dan ga ik eerst nog even naar de wc. Dat lijkt me ook een hele goeie voordat ik naar de huisarts toe ga. Waarom ik dus naar de huisarts toe ga, ik heb dus namelijk gisteren gebeld om, nou ja, jullie weten, ik ga weer even in herhaling vallen. Mijn buurvrouw is overleden en haar kleinzoon is overleden. En ik heb het er nog alles moeilijk mee. Ja, ik slaap slecht, ik heb sindsdien hoofdpijn aan die kant. Er zijn meerdere die zeiden het is stress, maar ik ga het uit laten zoeken. Ze willen even mijn bloeddruk meten, waarschijnlijk ook... even zwaaien en naar de buurvrouw die gisteren ook samen met mij eventjes iemand wat zei, maar oké, even op het verhaal terug te komen. Ik heb dus hier koppijn en er zijn meerdere mensen die zeiden van ja, maar het is stress, maar dat zien we zo meteen wel. Bloeddruk meten, waarschijnlijk ook nog bloed prikken, maar dat wordt nog bekeken. Dus maar om 3 uur heb ik daar een afspraak, maar ik ga nu eerst even naar de wc. Hoi! Hoi! Ben jij aan het doen? Hoefje van. Oh, is niet lief. Nee, daar, en daar wordt hij kwaad van. Daar kan hij kwaad van worden. En hij ligt nou zo lekker. Nee, niet doen, maar klaar. Dat ik niet hebben. Ik heb hem. Ja, helemaal goed. Top. Altijd als ik wegga, ik moet een zo'n telefoon aan mijn auto moeten koppelen. Dat is gewoon iets gewoon autistisch voor mij. Ik weet niet wat dat is, maar... ik ga dus nu zo wegrijden. Yes. Ik kan, hoop ik. Ja. Hartstikke fijn. En dan ga ik zo. Ja. En dan ga ik zo even draaien. Zo. Hartstikke fijn. Ja. Daar is ik al. Het is echt gewoon om de hoek op bij mij. Maar ik heb er echt geen zin in om te gaan lopen. Echt gewoon niet. Even om me heen kijken. Of geen andere verkeer aankomt. Omdat ik aan het draaien ben. Even mijn normale 5G aanzetten. Zo, weer even omheen kijken. En weer rijden maar. Nou, dan ga ik dus nu mijn huis langs. En de auto van de buurman. Nou, rijden jij. I know, dat is fijn. Hartstikke mooi, alsjeblieft opa. Zo, en dan ga ik hier het bochtje om. Ja, dan ga ik mijn andere straat in. We kijken, nee, niemand. Chop, 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 chop. En dan ga ik hier weer de straat in. Ja. Ja, ik ben even, daar is ik al, ik heb even geen zin in om te gaan lopen. Oké. Dan heb ik hier een Fiat Punto voor mijn huis. Een rijleswagen. 3XBS74. Ik wou hem net even andersom zeggen, maar dat klopt niet. Ga ik hier weer een bochtje om.
Ja, schiet mij maar lek. Echt waar. Nee, ik heb koppijn en als ik moet gaan lopen, nee. Blah. En mag er zin in. Ik word er ook alleen maar weer misselijk van. Dus als ik niet echt lekker, nee. En dan ga ik hier weer een bochtje om. En dan ga ik erg doorrijden. Iemand anders en die zal al zeggen van, je spoort niet. Nee, dat weet ik. I know. Ik spoor ook wel eens niet. Zo, alleen maar kuilen in de weg. Weg, 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 weg. En nou is het, en naar boven rijden. En de overige verkeer voor laten gaan. Ook een goeie. Doe maar. Ik moet rechtdoor. Helemaal goud. Ja, goed zo. Helemaal goed. Hartstikke fijn. En dan ga ik dus nu zo naar boven. Ja, 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 ja. Dat weet ik nou wel. Helemaal goed. Zo. Nou, en nu ben ik al naar boven aan het rijden. Ja. Even zo kijken, checkje. Ja, 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 ja. Dat is fijn voor je. Hartstikke mooi. En dan weer een bochtje. Oh, heerlijk dit. Zalig. Hé, hey, playpapier genoeg. Wat gaan we doen? Ja, hobbeltje. Hobbeltje. Nou, wat ga je doen met je Mini Cooper? Ik wil ook gewoon parkeren. Ja, ga jij maar parkeren. Niks. Yes, oké. Okay. Helemaal niemand, dus ga ik... Ah, kijk, die gaat eruit. Er gaat er ook nog meer een uit. Jij gaat er ook uit. Dat is fijn. Kijk, helemaal goud. Ik ga gewoon even draaien, jongens. Dat vind ik leuker. Geen hobbeltje? Nee, en ik ga toch even draaien. Orgaandonatie. Ja, je zal maar een orgaandonatie hebben, hè? Wat? Wat? Er is heel hier nog parkeerplek. .nl. Ik wel. Ik zal Karen Karen niet heten als ik geen Karen ben vanzelf. Maar ik heb hier gewoon nog een parkeerplek. Ik weet niet waar jij het over hebt, vriend. Maar ik heb hier gewoon nog een parkeerplekje. Meneer? Kun je ook gewoon parkeren, hoor, hier. Kijk. Hartstikke idee. Laat ik piep, 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 piep. Voor wat? Voor wat ga je piepen? Zo, hartstikke fijn. En mijn muziek stond aan. Hadden jullie dat niet even kunnen zeggen? Zo, top. En ik ben er. Dus dat is 4 minuut 42, 43. Dus tot straks. Nou, dan heb ik een vraag aan jullie. Welke kant is dit? Ik weet niet hoor, maar is dit nou de linkerarm? Volgens mij niet hoor. Dit is nog altijd mijn rechterarm waar ik altijd mee schrijf. Maar oké. De bloeddruk was nog goed. 125 over 82. En de pols die was 74. Dus, maar voor de rest was er geen vervolg. En dan mag ik donderdag weer bellen in verband met mijn hoofdpijn. Ik blijf bezig. Ik word er helemaal niet goed van. Hartstikke idee. Hartstikke idee. En dan ga ik even Roop bellen. Hartstikke mooi. En zo. En dan ga ik zeggen dat ik eraan kom. Hey. Ik kom eraan. Oké, helemaal goed. Ik ga zo het parkeerdek verlaten. Ja. Ja, verlaten. Voor heel laat. Oh. Grappig. Dames. Ja, toch wel. Wat is, wat is je linkerarm? Linkerarm? Aan de bestuurderskant. Ja, dat dacht ik al, ja. Bij de duim rechts. Hartstikke idee, jolladie. Nee, maar ze pakt hem rechts en met die bloeddrukmeter, maar ze schrijft de linkerarm op.
handig. Ja, is toch handig? Dat dacht ik ook al, ja. Ik ben nu al bij de Wallisse La Wiesele. Ziet het niet, dan niet. Dag. Twee op het maan. Hè? De twee op het maan. Ja, dat is leuk, hè? Ja. Ik vind helemaal geen mooie kleur, deze bruine. Blah. Ik ben bij nummerootje 17. Wat gaan wij hier doen? Wacht even. Gaat het? Ja, maar ik zag hem zo vallen. Gaat het? Oké. Okay. Graag gedaan. Tjoo, die man die viel gewoon achterover. Dat is niet handig, niet. Dus ik sta nu voor een hele mooie kutauto. Het is wel een kutauto. Ja, een hele mooie kutauto, ja. Ik sta te wachten. Ja, schat. Oh ja, prima. Wacht maar, wacht dan. Ja, ik wacht wel. Ja, dat is heel fijn. Om te wachten, ja. Zo. Ik sta nu echt gewoon asociaal. Nu wel. Ik sta gewoon echt aan. Ik ben niet geparkeerd, ik ben alleen even gestopt. Ja, maar dit mag ook niet wat ik nou doe. Waarom niet? Maak foto. Maak. Gaat hij het ook nog serieus doen? Oké. Check. Hij gaat het ook nog serieus gaan doen dat ik zo sta. Gaat hij met flits maken? Oh, wat een oenetje. Poenetje. Nee, maar kijk, hier, het staat er ook mooi op. Bloeddruk. Ah, bloeddruk. We komen echt iedereen tegen. Oh ja, jij en jij krijgt de groeten. Doet zeer in mijn oren. Zo, mee. Wat hebben we hier allemaal in aanbieding? En we hebben ook sinaasappel mandarijn smaakplaat. 50 cent. Ik heb er nog eentje voor je. Nog een keertje 50 cent. En dit is... Wat is dat? Bitterkoekjesplaat. Ja, ga jij maar aan de bitjes. Dit is 50 cent. Ja, 50 cent. Wil je deze voor mij meenemen? Voor jou? Nou niet. En deze graag, bitterkoekjes. Dank u. Oh, heerlijk. Eens even kijken. 50 cent. Wil je ook nog karnemelk, bosvruchten? Nee, zeker niet. Nee. Optimaal dan. Optimaal aardbei. 50 cent. En optimaal aardbei. En er is ook nog persik smaak. Persik smaak. Kijs, is dat niet lekker? Ik weet het niet, daarom dat ik het ook gewoon geef. Nou, nee. Oh wel. Oké, grappig. Handig. Ja, oké, best. Ja. Oh ja, en ik wil nog wat, even wat, want dat is per ongeluk. Zo, heb ik sowieso weer die vanavond. En ik heb curry voor vanavond. Yes. Oh, jij loopt die kant op. Ja, is goed. Ik mag wat jij wil. Zo. Ja, ik wel, ja. Ik wel, ben ik wel. Ik wel, ja. Ja, wat zoek jij? Rosbief. Hè? Rosbief is hier. Te koop. Dit is een gegrilde rosbief. Dit is ook rosbief. Ja. Zo duur.
Ja, dus, hè? Dat maakt niet van. Wat dan niet? Moet je lekker zelf weten. Ja! Nee, die was niet zo duur maken. Dat ga ik er niet kopen natuurlijk. Niet, jammer. Nee, je wacht tot het in de bak ligt. Oh, dat is mooi. Kijk, kut gezegd, ja. Wat? Waar is die? Die en die ik laatst aan jou had gegeven. Ja, die. Waar is die? Weet ik niet. Moet je kijken, moet je vragen. Heel. Moet je gewoon gaan kijken. Ik had Rodus namelijk van de week kaas gegeven. En nou zoekt hij die kaas ook. Ja, is handig. Misschien staat het hier wel ergens bij of zo. En anders moet je meneer de kaasman vragen. Schat, hallo. Hallo. Ja? En anders moet je even van meneer de kaasman vragen. Meneer Kaas. Ja, gewoon meneer de kaasman, ja. Helemaal goud. Heeft u toevallig ook oude Rotterdam kaas? Of jullie? Ah. Haha. Zo ja waar. Zo ja waar. Sowieso. Kijk, schat, als je het even vraagt, dan krijg je kijk. Kijk eens, kijk. Allemaal kleine stukjes. Stop te kijken. En we zijn weer thuis en ik heb post. Dus ik ga eerst even post even kijken hoe en de wat ze allemaal weer gaan zeggen. Oh. Even kijken. Eens even kijken hoor. Kijken. En eens even koekeloeren. Ik kan me nou niet zo heel goed concentreren, maar dat geeft niet. Komt wel goed. Misschien dat jij eens even kan kijken hoe en wat is dit. Hebben berekend zou fijn wezen. Kan dit zo meteen weer weg, net als wat hier ligt, kan weer weg. Hé, deze moet ik even sowieso even openen. Eens even kijken of we nog dingen terug moeten betalen. Aan de mooie. De overheid. Oké, even kijken. Dit moet ik ook even bekoekeloeren. Even kijken. Oh, ik krijg 14 terug. 14 euro terug? Oh. 14 euro terug. Veel betaald. Ja, check. Dat is ook een keer een meevaller, weet je? En even deze checken wat dit is. Oh. Nou, dan ga ik dat toch even overmaken, hè? Moeten ze wel eventjes in geduld hebben, denk ik. Ja. Die moet dan even betalen, maar dat maakt niet uit. En deze wil ik even, dat je deze even zelf even nacheckt. Even kijken of ze het goed hebben gedaan, et cetera, qua vaste lasten, wat ik allemaal door heb. En de opbouw. Maar, waarom ik hem even open had? Ik heb hier een heel mooi pakketje. Ik zal eerst even weer wat eraf halen. Ik weet wat het is, zeg maar. Ik heb het zelf besteld. Maar daar ben ik wel weer heel blij mee. Tralali, trialala. Waarom moeten ze alles ook zo doen? Ha, wil niet wat ik wil. Nee. Het wil niet wat ik wil. Nou, ik doe het even zo. Hartstikke fijn. Het is wel heel veel groen. Het is heel veel groen. Moet je eens kijken. Allemaal veel. Er ook een gele bij. Hè? Er ook een gele bij. Eén gele. Nee. Ja, eentje. Waar? Hier. Ja. Grappig. Maar ik heb nu heel veel wildopjes. Lekker groen. Zo groen als ik niet wezen kan. Dus, maar van de 100.
Goed, er gaat er 4 vanaf. Dus ik ga eens even TCT weer kijken of die werken. Want die lichtgevende dingen en die werken niet helemaal chill. Nee. Dus ik ga nu eventjes naar de keuken, naar de frituur. En ik ga eventjes kijken of het allemaal goed is. Ja, en toen was het alweer 10:50 in de avond. Ja. Ik had iets van, weet je wat? Ik ben moe. Ik ga gewoon lekker op bed liggen. En dat al vanaf 7 uur, hè. Maar ik ga nu lekker de hondjes uitlaten. Ja. En weet je wat ik nog steeds raar vind? Dat er iemand het nu heel lang uithoudt hier precies onder mij. Ja. Want in het begin woonde hij er niet. Was hij er eigenlijk nooit. En nu in één keer... Weet niet. Maar... Het is alleen maar weer gunstig, want als hij gaat stoken, dan hoef ik ook zowat niet meer te stoken. Dus dat is wel weer gunstig. Dus ik ben wel weer blij met hem, zeg maar. En ik heb niks tegen hem, maar het valt gewoon op. Ja, het valt gewoon op. Maar dat geeft niet. Het is een buurman en buurvrouw. Dus ja, ik ga gewoon nooit zat laten. Ja, dat ga ik dus nu lekker doen. En nee, buurman, ik ben, gewoon weer normaal, nieuwe jaar, nieuwe kansen, ik vind het helemaal prima. En ik weet dat je me volgens kijkt, ja. Dus ook voor jullie de beste wensen, ja. En dat we maar eens een keer normaal gaan doen tegen elkaar of zo, ja. Als we maar gewoon gooi of gedag zeggen, en we hoeven niet over de vloer te komen, totaal niet. Nee hoor. Maar oké, ik ben ook mijn meisje en jullie zijn ook mijn meisje. Iedereen die zijn mensen, ja toch? Ja, precies dat. Nou, en wat ik al zei, ik ga er eens uitlaten. En dat ga ik dus nu doen. En ik zie jullie straks als ik weer lekker thuis ben, want het waait buiten. Ja. Yeah. Joep, jeppe de peppie de poepie, jeppe de poepie. Yes, ah, ik lig weer lekker op bed. En ja, dan weet jij het wel. Dat is dus de vlog afsluiten en dat ga ik ook doen. Dus... Vind jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, doe het hele riedeltje. Dat is abonneren, duimpje omhoog, belletje aan en even een leuke reactie achterlaten. Dat zou ik onwijs leuk vinden. En dan zou ik zeggen weer, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao!